Een combinatieelftal van FC Twente oefent vandaag tegen Sportsfreunde Lotte. En dat is de nummer 1 uit de Regionalliga West in Duitsland. En maar liefst 9 spelers van FC Twente zijn uitgenodigd voor diverse vertegenwoordigende elftallen. En overgebleven eerste selectiespelers, aangevuld met spelers uit de belofte en een paar jeugdspelers, nemen het vandaag dus op tegen de ploeg uit Tecklenburger Land. En Lotte is zo'n 85 kilometer rijden vanaf Enschede. Met Narek zoekt Corona. Rosales met ruimte. Veel mensen in het strafschopgebied bij Lotte. En dan is het uiteindelijk Rick Hemming. Die helemaal vrij staat. Goed schot. Eerste goede actie van FC Twente. Komt op naam van Rick Hemming. Corona vraagt om de bal. Wordt wel gezocht, niet gevonden. Egan. Diep gespeeld. En maakt dan een overtreding. Kon er weinig aan doen. Wendel. Vindt Katalic weer. Daniel. Bal naar Katalic. Dalibor is dit. Aardig voorzetje. En een gevaarlijk schot. Eerste gevaarlijke actie. Komt op naam van Alexander Ludwig. Schotje gaat een metertje naast. Eenzijdig beeld van deze wedstrijd na ruim een kwartier voetballen. Twente het meest in balbezit. Lotte zakt wat in. Laat Twente komen. Twente heeft moeite om het gaatje te vinden en moet oppassen voor de counter van de Duitsers. Corona. Dit is een goede opening. Mokhtar. Goeie aanname. Rosales. Juiste moment gegeven, alleen net niet hard genoeg. En dan is het Egan die het een tikje uitdeelt. Tadic dus in Dubai tegen Rusland. Maar Felipe Gutierrez staat nog een heel andere reis te wachten. Want Chili speelt 2 oefeninterlands. Vandaag speelt Chili op Wembley tegen Engeland. Nou, dat is nog niet zo heel ver uit de buurt. Maar dinsdag speelt Chili in Toronto, Canada, dus tegen Brazilië. Dat is een aardige reis. En wat dat betreft een gelukje voor FC Twente dat de ploeg pas zondag in actie komt. Egan. Goeie actie, goed vrijgedraaid en een goede bal. Geen buitenspel. Corona. Dit biedt mogelijkheden. Corona. Ja, kiest dan voor eigen succes. Toch een aardige mogelijkheid voor Corona. Had veel ruimte en tijd, maar de actie was niet goed genoeg. En dus blijft het hier, 0 tegen 0. Mokhtar. Aardige bal gespeeld. Jari Oosterwijk. Dit moet 1-0 voor Twente worden, maar goed opgelet hoor. Door Daniel Katalic. Goeie steekbal. En Oosterwijk komt net een teenlengte tekort om die bal goed af te kunnen maken. Blijft dus 0 tegen 0. Twente probeert Lotte vast te zetten. De ploeg blijft er vooralsnog rustig. Maar dit gaat bijna mis zeg. Oh, oh, oh. Boegels, wat doe je nu? Egan krijgt zijn voeten wel tegenaan, maar de bal raakt het net wel, maar aan de verkeerde kant. Doeltrap voor Lotte. Tweede helft staat op punt van beginnen en zoals gebruikelijk in dit soort oefenwedstrijden, veel is er gewisseld aan de kant van FC Twente. Onder andere Hidde Teraves, Tim Breukers, Jurjan Mannes en ook Sven Verlaan in de ploeg in de tweede helft. Verder moet even oppassen in de beginfase van die tweede helft. Veld goed breed gehouden. Het is een lastige bal. Gegeven door Verlaan. En dus een mogelijkheid voor de Duitsers. Maar goed opgelet door Bednarek. Corona. Corona met ruimte. Hij probeert het van afstand. Aardige poging zeg van Jesus. Corona. Mokhtar, aardige actie. Nu een goede voorzet. Bij Tim Breukers. Egan.
En een aardig schot zegt van Egan. Maar recht in de handen van David Boegholtz. Alweer bijna 20 minuten gespeeld in een tweede helft die iets leuker is. Omdat het spel wat meer op en neer gehoofd. Egan. Aardige actie. En dit moet de treffer worden. Nee, van de lijn gehaald zeg. En dan in tweede instantie. Oi, 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 oi. Corona zeg. In eerste instantie moet natuurlijk Oosterwijk die bal binnen tikken. Van de lijn gehaald. En in tweede instantie is het Corona die ook het net niet weet te vinden. Het blijft 0 tegen 0. Twente moet nog wel even oppassen. Want het is weer Gatoric. Met een aardige voorzet en een hele, hele goede kopbal voor invaller Alexander Kutuljak. En na bijna twee jaar blessureleed is het dan weer zover. André Rendla komt in het veld. Lang geblesseerd geweest aan zijn knie. Kruisbandproblemen. Langdurig eruit. En maakt vandaag zijn rentree voor FC Twente in een echte wedstrijd. Aardige actie dit. Wellicht wat mogelijkheden. Dit moet hem zijn, maar wordt hem niet. Wat een kans zeg. Alexander Kutuljak met zijn tweede grote kans in deze wedstrijd. En deze was wellicht nog makkelijker als die kopbal van zojuist. Kan niet lang meer duren. 2 minuten in blessuretijd. Mannes, echt een setje. En dan vindt scheidsrechter Veenkamp het genoeg. In een aardige tweede helft kregen beide ploegen kansen. De beste wellicht voor sportsvrienden Lotte. Maar er werd niet gescoord. En dus eindigt deze wedstrijd zoals die begon in 0 tegen 0.